Vandaag gaan we de oceaan rondom een gezonken schip verkennen. Duik naar de bodem op zoek naar verloren schatten. Wat spelen we vandaag? Pick-a-pen, riffen. Pick-a-pen, riffen is een kleurrijk spel waarbij we gaan dobbelen, kleuren en scoren met potloden. Pick-a-pen, riffen kan gespeeld worden met 2 tot 4 personen en is geschikt voor spelers vanaf 8 jaar. Je speelt het spel in ongeveer 30 minuten. De spelelementen bestaan uit 5 gekleurde potloden en 1 scoreblok. Alles uitgepakt en klaar om te spelen? Dan gaan we nu het spel uitleggen binnen 3 minuten. Start de tijd! Kies welk niveau je wilt spelen en geef iedereen een scorevel voor dat niveau. Niveau 1 is het makkelijkst en niveau 3 is het moeilijkst. Linksboven op het scorevel staat het niveau vermeld. Kies nu een startspeler. Deze pakt alle potloden en rolt ze over de tafel. Mocht een potlood boven op een ander potlood eindigen, dan rol je deze opnieuw. De startspeler kiest nu 1 van de potloden en kleurt op zijn blad het aantal stappen gelijk aan het aantal bolletjes op de bovenste zijkant van het potlood. Let op! Als je een kleur voor het eerst kiest, moet je starten bij 1 van de duiklocaties. Teken vanuit daar je eerste lijn. Kies je een kleur die je al hebt getekend, dan moet je de route vanaf de lijn verder gaan. Je mag geen nieuwe duiklocatie kiezen. Op de potloden vind je een aantal symbolen. Heb je een lijn met bolletjes, dan mag je alleen in een rechte lijn kleuren en moet je bij elk knooppunt rechtdoor. Heb je een lijn met pijltjes en bolletjes, dan mag je bij elk knooppunt kiezen welke kant je opkleurt. Heb je een lijn die eindigt met een plustekentje? Dan mag je zoveel stappen zetten als je wilt. Eindigt of doorkruist je lijn 1 van de schatlocaties van dezelfde kleur? Dan mag je het aantal punten van de schat op het scorevak inkleuren. Schatlocaties van een andere kleur scoor je niet. Eindigt of doorkruist je lijn een gouden munt? Dan mag je 1 munt aankruisen op je scorevak. Let op! Als je een lijn eenmaal getekend hebt, mag je daar niet meer langs met een andere kleur. Je kunt een lijn wel altijd doorkruisen met een andere kleur. Nu is de volgende speler aan de beurt. Deze mag ook 1 van de potloden kiezen en de acties uitvoeren op zijn scoreblad. Zijn er uiteindelijk geen potloden meer om te kiezen? Dan mag de speler die aan de beurt is alle potloden innemen en ze opnieuw gooien. Deze speler mag dan als eerste 1 van de potloden kiezen. De speler die als eerste 8 schatten van 1 kleur heeft verzameld, krijgt daar 5 bonuspunten voor. De speler die als eerste 2 schatten van elke kleur heeft verzameld, krijgt 5 bonuspunten. Dit geldt ook voor de speler die als eerste 6 schatten van dezelfde kleur heeft verzameld. Echter, zodra deze bonus geclaimd wordt, eindigt het spel direct. Dit is te herkennen aan het uitroeptekentje naast het scorevak. Zodra een speler 8 gouden muntjes heeft, krijgt deze ook 5 bonuspunten en stopt het spel direct. Tel nu alle punten bij elkaar op, inclusief eventuele bonuspunten. De persoon met de hoogste score wint het spel. Je weet nu precies hoe je pick-a-pen-riffen moet spelen en winnen. Go play!